8 dagelijkse gewoonten die hartproblemen kunnen veroorzaken. Het hart wordt romantisch het liefdesorgaan genoemd en ook al weten we nu dat emoties in de hersenen ontstaan, toch kunnen we niet ontkennen dat deze gerelateerd zijn aan de functie van het hart. In feite zal alles wat we doen het hart op een directe of indirecte manier beïnvloeden, je levensstijl, je voeding, de manier waarop je met uitdagingen omgaat etc. In dit artikel zullen we het hebben over 8 dagelijkse gewoonten die hartproblemen kunnen veroorzaken. Jij en je hart. Het hart is het belangrijkste orgaan in het circulatiesysteem en zijn functie bestaat eruit bloed door het lichaam te pompen. Hierdoor worden voedingsstoffen, zuurstof en hormonen naar de respectievelijke weefsels en organen gebracht. Stel jezelf een perfecte machine voor, waarin elk deeltje een fundamentele rol speelt en waarbij de minste verandering wanorde kan veroorzaken. Als het hart en de bloedvaten niet naar behoren werken, veroorzaken ze zo'n wanorde, die we kennen als cardiovasculaire aandoeningen. Van dergelijke aandoeningen is het vaak moeilijk te bekomen en ze worden meestal ontdekt via indirecte aanwijzingen. Aanwijzingen voor een probleem met het cardiovasculaire systeem. Atherosclerose, dit is een verdikking en verharding van de aders. Door de verminderde diameter kunnen ze minder bloed vervoeren, waarvan je hart de gevolgen draagt. Borstangina, dit manifesteert zich als een verschrikkelijke pijn in de borststreek. Je lichaam laat je op die manier weten dat het niet voldoende bloed krijgt. Dit moet dringend behandeld worden. Hartaanval, wanneer de aders om een bepaalde reden, zoals bijvoorbeeld een bloedklonter, geblokkeerd raken, zal het hart onvoldoende bloed krijgen en ervaar je een aanval. Hersenbloeding of beroerte. Door het breken van bloedvaten of de blokkering ervan, krijgen de hersenen onvoldoende zuurstof en kan je een beroerte krijgen. Er kunnen vele nadelige gevolgen optreden wanneer een persoon een hartaandoening doormaakt, van schade aan de bloedvaten tot geboortemisvormingen. Wetenschappers zeggen dat de manier waarop je leeft, je hart beïnvloedt. Leer daarom welke 8 dagelijkse gewoonten hartaandoeningen kunnen veroorzaken. 8 dagelijkse gewoonten die je hart beschadigen. Er is geen discussie mogelijk over het feit dat het leven van vandaag in een duizelingwekkend tempo gaat. Vaak denken we dat de slechte gewoonten die we hierdoor ontwikkelen de enige manier zijn om met dit leven om te gaan: slecht eten, roken, te veel alcohol drinken, te veel werken, gestrest zijn etc. Deze zaken zullen echter alleen maar je levensjaren verkorten en je lichaamsprestaties verslechten. Geloof je dit niet? Blijf dan lezen en je zal zien dat we gelijk hebben. Een sedentaire levensstijl is een van de belangrijke oorzaken van vele aandoeningen die resulteren in een slechtere werking van je circulatiesysteem, diabetes, atherosclerose en obesitas. Frequente beweging zal je lichaam helpen vetvoorraden in weefsels te verwijderen, je hart sterker te maken en je bloedvaten flexibeler te maken. Roken. De vreselijke verslaving die roken is, heeft niet enkel negatieve effecten op je ademhalingsstelsel, maar vele studies hebben ook al aangetoond dat het een samentrekking van de aders veroorzaakt, dat het je hartritme versnelt en dat het hart minder zuurstof ontvangt.
Hierdoor zal je hart harder moeten pompen, waardoor je meer vet zal opstapelen en je bloeddruk zal verhogen. Draag zorg voor je hele lichaam en rook niet. Zoals je wel weet is junkfood rijk aan verzadigde vetten, geraffineerde suikers, zout en witte bloem. Deze zijn in grote mate allemaal schadelijk voor je lichaam. Alles wat je lichaam niet kan verwerken in het normale metabolisme wordt als vet opgeslagen in de weefsels van het lichaam. En wanneer deze weefsels te veel vet hebben opgeslaan, zullen ook de bloedvaten en organen omgeven worden door vetweefsel. Nauwe, inflexibele aders zijn een garantie op een probleem met het hart. Voorkom obesitas en zorg ervoor dat fruit, groenten en vezels de belangrijkste onderdelen van je dieet vormen. Deze zullen je lichaam namelijk zuiveren en het teveel aan vet wegwerken. Als je te weinig tijd voor jezelf neemt, te hard werkt of te veel emotionele druk hebt door je werk of je familie, kijk dan uit. Deze verhogen namelijk het risico op hartproblemen. Stress is de oorzaak van een heleboel problemen, het onderdrukt het immuunsysteem en verhoogt je kans op een infectie of een hartaanval. De reden is dat stress nauw samengaat met veranderingen in de bloeddruk. We raden je dus aan te rusten, te genieten van de deugden van het leven en minstens een uur per dag voor jezelf, je familie en je omgeving uit te trekken. Draag dus zorg voor je mentale gezondheid en doe oefeningen om te ontspannen. Stress niet. Je lichaam en je hart hebben minstens 8 uur slaap per dag nodig om zich voor te bereiden op de volgende dag. Gebrek aan slaap veroorzaakt hormonale problemen, die het hart en het circulatiesysteem beïnvloeden. Niet voldoende water drinken. Wanneer je niet voldoende water drinkt, zullen giftige stoffen zich in je lichaam opstapelen. Als je je hart dus wil helpen en je bloedsomloop een boost wil geven, drink dan veel water. Als gevolg zullen afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden. Alcohol. Frequente inname van alcohol kan ernstige schade aan je lever en hart toebrengen. Een gezonde levensstijl zal je helpen om aandoeningen aan je hart te voorkomen. Een strikt vegetarisch dieet. Als gevolg van een strikt vegetarisch dieet kan je een tekort aan vitamine B12 krijgen, wat invloed zal hebben op het cardiovasculaire systeem. Houd een gebalanceerd en gezond dieet aan. We hopen dat dit artikel je een beter inzicht gegeven heeft in welke gewoonten je gezondheid kunnen beïnvloeden. Als je gezond wil leven en hartproblemen wil vermijden, volg dan volgende aanbevelingen op. Zorg voor een dieet dat rijk is aan fruit, groenten, proteïnen en vezels. Zo versterk je de spieren van je hart. Verminder je inname van vet, suiker en zout. Drink minstens 2 liter water per dag. Je kan kiezen wat je het liefst doet: wandelen, rennen, zwemmen en vermijd een overdaad aan stimulerende dranken, zoals koffie en thee. Doe oefeningen die je ontspannen.